deze video demonstreren we de cervicale flexie-rotatietest, beschreven door Hall uit 2004. Deze test heeft een hoge specificiteit, ook een hoge sensitiviteit. Een onderzoek van Hall uit 2010 laat zien dat cervicogene hoofdpijn in 85% van de gevallen correct werd gediagnosticeerd door middel van de cervicale flexie-rotatietest. Het is een betrouwbare test voor het aantonen van cervicogene hoofdpijn, hoewel de betrouwbaarheid hoger was bij het meten met een kromapparaat, volgens een studie van Van der Meer uit 2019. Om de test uit te voeren hebben we de patiënt in ruglicht, maken een volledige flexie van de cervicale wervelkolom, maken een maximale rotatie naar rechts en vergelijken deze ook weer met de rotatie naar links. De cervicale flexie-rotatietest wordt beoordeeld aan de hand van 3 criteria: pijn, stevige weerstand en een beperkt eindbereik. De vermoedelijke diagnose die gesteld kan worden is dan een beperkte rotatie van de atlas op de axis.